Bijna 40 jaar geleden werkte ik bij het gemeentearchief van Rotterdam. We hadden daar de goede gewoonte om bezoekers die aan een boek werkten of een indringend onderzoek deden, een persoonlijke begeleider toe te wijzen. Een lid van de wetenschappelijke staf, een coach bij wie ze met specifieke vragen terecht konden. En ik werd op een goede dag gekoppeld aan ene Hans van der Sloot uit Schiedam. We konden het al snel goed vinden en hij vroeg me om eens in Schiedam te komen kijken, waar een hele buurt bij, zoals hij het uitdrukte, groot vuil stond. Ik was jong, ik was onervaren en ik wist van Schiedam alleen maar dat er jenever werd gemaakt. Nou, daar ging het precies om, want hij wilde mij de Brandersbuurt laten zien. De buurt waar vanaf de 18e eeuw de gedistilleerd nijverheid geconcentreerd was en waarvan u hier een prachtige impressie ziet die Willem Mots in 1952 heeft gemaakt en die ook het omslag van het prentenboek siert. Dames en heren, we schrijven 1969 en Schiedam was bezig de grootste slooppartij uit zijn geschiedenis voor te bereiden. Ik wist niet wat ik zag. Dichtgetimmerde straatjes, steegjes, slopjes en grachtjes met bedrijfspanden die werden afgewisseld door woonhuizen uit de 18e en de 19e eeuw, zoals op deze tekening van Nico van Welzenes uit 1970, toen de sloop al een aantal jaren aan de gang was. Het was natuurlijk een zootje, die Brandersbuurt, maar het was wel een hoogst interessant zootje. Want zelfs ik, als jong aankomend historicus, ik zag het direct. Dit was het openluchtmuseum van de Nederlandse nijverheid voor de industriële revolutie. Hier was nog te zien hoe in een Nederlandse stad de kleinschalige nijverheid had gefunctioneerd. Hoe bazen, arbeiders en bedrijven door elkaar heen woonden. Ogenschijnlijk een rommeltje, maar wel organisch gegroeid en bij nader inzien ook logisch. Zoals op deze tekening van Herman Paradies, een van de tekenaars van wie veel tekeningen in het boek zitten. Van de Noordvest, dat kunt u op uw kaartje met enige goede wil vinden. Van de Noordvest bij de hoek met de Schie, bij de Spoelingbrug, de Brandersbuurt in. Dat alles zou gesloopt worden en dat alles is ook gesloopt, zonder dat daaraan veel meer plan ten grondslag lag dan het aan elkaar hechten van de oude stad en nieuwe buitenwijken als Nieuwland en Groenoord en natuurlijk de verplaatsing van de brandweerkazerne van de Singel in de binnenstad naar de Breedstraat in de Brandersbuurt. U ziet zometeen een kleine serie plaatjes van dezelfde omgeving. Dit is vanuit de stad naar Nieuwland en u krijgt ook te zien vanuit Nieuwland naar de stad. U krijgt eerst de Ooievaarsbrug te zien, dat is deze uit 1941. Daarna links de sloop van diezelfde brug ten behoeve van de aanleg van wat een brede allee naar de nieuwe wijk Nieuwland moest worden. Rechts ziet u op een foto van Rovers uit 1964 wat daarvan werd. En vervolgens ziet u op een tekening daarboven, nu van de andere kant af in de richting van de stad, een tekening van Herman Paradies van het Spinhuispad in de richting van de Vijgensteeg en vervolgens die brug die u net zag. En daaronder ziet u hoe dat er nu uitziet. Die foto, dames en heren, is gemaakt door iemand wiens naam ik vanmiddag nog vaak zal noemen. Jan van Kampenhout, de webredacteur. Dat is een hartstikke moderne kreet van mij. De webredacteur van het gemeentearchief. De allee die men beoogde is overigens nooit veel meer dan deze straat geworden. Ik was verbijsterd en ik was vooral geschokt. En ik heb het beeld van die historisch interessante en op veel plaatsen ook schilderachtige buurt meer dan 20 jaar bij me gehad. Als ik het woord Schiedam hoorde, in wat voor verband dan ook, dan moest ik daar aan denken. Totdat ik in 1991 zomaar in Schiedam kwam wonen en besloot om daar weer eens te gaan kijken. De schok was haast nog groter dan in 1969. Er was weliswaar een brandweerkazerne gebouwd en er stonden her en der een paar rijtjes nieuwbouwhuizen die onderling geen enkel stedenbouwkundig verband hadden. Maar verder lag de Brandersbuurt er nog ongeveer net zo kaal en akelig bij als de slopers hem 20 jaar eerder hadden achtergelaten. En dat is op sommige plekken nog steeds zo. Ik herhaal nog even die tekening van Van Welzenes en ik laat u zien hoe Jan van Kampenhout vanaf dezelfde plek als destijds de tekenaar de situatie nu heeft gefotografeerd. Deze inleiding
En de tekeningen en foto's die ik u daarbij heb laten zien, zijn bedoeld om mijn toon, de toon van mijn verhaal te zetten. En die toon luidt: wie een oude buurt sloopt, verliest veel meer dan oude pandjes. Met de sloop van de Brandersbuurt, dames en heren, heeft Schiedam afstand gedaan van een belangrijk deel van zijn sociale en economische geschiedenis en daarmee eigenlijk ook van de identiteit die Boudewijn Bakker net al memoreerde. Want, dames en heren, je geschiedenis zet je niet ongestraft bij het groot vuil. Onze lokale Schiedamse politiek doet nu wel onhandige, maar uiterst goed bedoelde pogingen om Schiedam cultuurhistorisch, cultuurtoeristisch moet ik eigenlijk zeggen, weer interessant te maken en gebruikt daarvoor uitgerekend de geschiedenis van de brandersnijverheid. Maar dat zal niet meer gaan, want wat de stad nog heeft van die geschiedenis is wel mooi, maar heel eenzijdig. Met de Brandersbuurt had Schiedam nu geweldig kunnen scoren. De UNESCO-lijst van het werelderfgoed was zeker haalbaar geweest. Maar goed, dat is wijsheid achteraf. Ik laat u nu een paar voorbeelden zien van wat er nog wel is. Zoals dit huis met de stoep, zo wordt dat genoemd, van de Brandernolet aan de Lange Haven. Dus dat is in het hart van de stad. Omstreeks 1930 getekend door de Rotterdamse architect Verheul. En de gebouwen van Melgers aan de Lange Haven in 1977, nu het Genever Museum, getekend door Hans van der Sloot, die ik toen moest begeleiden in het archief en die ook de uitgever van dit boek is. En tenslotte het interieur van dat gebouw, getekend door Leo Zelderust in 1949, toen de firma Melgers daar nog volop werkte. Deze 18e en 19e eeuwse branderijen en distillerijen en de grote huizen van de elite van de branders en de distillateurs van de Lange Haven zijn prachtig, schitterend en indrukwekkend, maar ze zijn niet representatief voor de jeneverindustrie. Want het traditionele hart daarvan klopte in de armoedige en rommelige brandersbuurt. In die buurt herinneren overigens nog wel enkele geïsoleerde plekken aan de brandersnijverheid. Zoals deze twee typische branderijpanden, Noordwest 30 en Noordwest 32, die wij kennen als Dirkswager. Hier op een tekening van Van Kapel uit 1975, dat is de bovenste zoals u begrijpt. En vorige week vanaf hetzelfde punt gefotografeerd door Jan van Kampenhout. U ziet tussen die panden en die molen, dat is de Noordmolen, kom ik straks nog op terug. Ziet u naast het gebouw of naast de gebouwen nog een stompje van een andere molen. Dat is de palmboom, die meld ik u zo meteen ook nog even en die laat ik u ook nog even zien. Volgens de gevelstenen dit gebouw is het gebouwd in 1831 voor de firma Beukers. In de jaren 50 van de 20e eeuw was het gebouw de vernis- en lakfabriek van Kappelhof en Hoving. En sinds de restauratie in 1978-79 produceert Florijn hier voor de Hollandse markt en ook exotische dranken, zal ik maar zeggen, als raki voor Turkije en wodka voor Polen. Aan de Noordwest en om de hoek in het Groen Weegje, dat kunt u op de kaart met enige moeite ook terugvinden, daar staan bedrijfspanden die Dirkswager in de jaren 80 erbij gekocht heeft. Het is een interessante hoek, maar het is geen onderdeel meer van een samenhangend woon- en werkgebied zoals de Brandersbuurt dat was. U zag tussen Dirkswager en de Noordmolen, zag u een stompje en dat was de stomp van de palmboom. En die ziet u nu vanaf de Noordvest Singel in volle glorie, weliswaar als stomp, getekend door Octaaf de Koning. Die molen is in 1901 verwoest door de vonkenregen van de brand in de stoombranderij de Kraton aan de Noordvest Singel, dus aan de overkant van het water, ongeveer van waaraf Octaaf de Koning en aan de hand Jan van Kampenhout dat hebben vereeuwigd. Sinds 1993 is de palmboom, en dat weet u natuurlijk allemaal als u in Schiedam woont, de museummolen, het Nederlands Malend Korenmolenmuseum, de nieuwe palmboom, een hele mond vol. De windmolens, dames en heren, de Schiedamse windmolens, speelden een hoofdrol in de productie van de moutwijn, de grondstof voor de jenever. Die verloren ze in de 19e eeuw aan de stoommolens en die werden vervolgens weer overbodig omdat spiritus de belangrijkste grondstof werd. De molens zijn in de Brandersbuurt wel in onbruik geraakt en een aantal van hen is ook onthoofd, is net zoals die daarvan zijn bovenstuk ontdaan, maar ze zijn in die grote sloop van de Brandersbuurt gespaard gebleven.
En nu zijn ze allemaal weer gerestaureerd en draaien ze weer of ze zijn restaurant. En ze zijn belangrijke herkenningspunten in de stad en zeker in de Brandersbuurt. Zo'n proces van sloop en stadsvernieling, luistert u goed, ik zeg stadsvernieling, is onomkeerbaar. En laat ik er daarom één plek uithalen, waaraan vooral oudere Schiedammers nog met weemoed denken. En er is in ieder geval één hier aanwezig die er met grote weemoed aan denkt. Hotel Beiersbergen. Dit hotel, links op de tekening van Octaaf de Koning uit 1959. Met rechts de watermolen en erachter de molen de drie korenbloemen, was ook een stalhouderij. Maar het was tot de vroege jaren 60 de sociale verzamelplaats van Schiedam. Waar de sportverenigingen na hun wedstrijden met hun gasten naartoe gingen. Waar de Rotary vergaderde. Waar de Sociëteit de Vrijheid wekelijks bij elkaar kwam. En waar, misschien wel het belangrijkste, ieder jaar ook Sinterklaas zijn intrek nam. In 1963, dames en heren, heeft de gemeente Schiedam in zijn onmetelijke wijsheid besloten om die hele hoek af te breken. Een echte reden was er niet. De plannen rolden over elkaar en alles wat voor die schilderachtige en sociaal zo belangrijke omgeving in de plaats is gekomen, is die saaie nieuwbouw die Jan van Kampenhout vorige week keurig voor u heeft gefotografeerd. Alleen de drie korenbloemen, op de onderste foto kunt u die nog net helemaal links zien, en het bijbehorende molenaarshuisje hebben deze hele onderneming overleefd. En daar, bij voorheen Beiersbergen, zijn we letterlijk maar één stap verwijderd van de Brandersbuurt. De Brandersbuurt die omstreeks 1970 zonder enig respect voor de geschiedenis van de aardbodem is weggevaagd. U ziet hier in een treffende volgorde de Zeilstraat linksboven, een ets van Marius Jansen uit 1930. U ziet rechts het dempen van de sloot die u daar voor die huizen ziet, getekend door Octaaf de Koning in 1952. En u ziet de situatie zoals Jan van Kampenhout die vorige week heeft gefotografeerd. De Zeilstraat dateert uit de vroegste 17e eeuw en heet naar een uitwateringssluis, dat is ook dat water wat daarvoor loopt, die daar vanaf de 16e eeuw tot de demping op die tekening heeft gelegen en op het laatst als een open riool functioneerde. In 1749 stonden aan de Zeilstraat één branderij en één branderijdistilleerderij. En nu, zoals u kunt zien, is de hele gevelwand van Uto. Uto kom ik straks nog even op terug. Uto is met Dirk Zwager en Nolet een van de oudste en laatste grote distilleerderijen in Schiedam. Dames en heren, met wat ik u nu heb verteld en heb laten zien, begon ik zo ongeveer het verhaal op 13 oktober in de week van de geschiedenis dat Laurens memoreerde, toen het prentenboek werd aangekondigd met een lezing in de bibliotheek in ditzelfde complex. Ik heb toen met de aanwezigen aan de hand van het boek in wording een snelle wandeling door Schiedam gemaakt om een zo breed mogelijke indruk van het boek te geven. Na de lezing van Boudewijn Bakker, die ook heeft gewezen op het historische belang van een topografisch-historische atlas, wat mij betreft is het een historisch-topografische atlas, het maakt mij niet uit, voor ons historisch inzicht, ga ik nu een vergelijkbare korte wandeling met u maken door die Brandersbuurt. Ik laat u een aantal tekeningen zien uit het boek. En die zijn aangevuld met foto's van Jan van Kampenhout die ik niet genoeg kan roemen om wat hij in één dag daar in die regen in die buurt voor elkaar heeft gemaakt. En hij heeft zoveel mogelijk gefotografeerd van het standpunt dat ook de tekenaar destijds heeft gekozen. Er is nu vaak weinig meer te herkennen van de bebouwing op die tekeningen. U ziet links, helemaal links achter de teerstoof, zoals die straat er vanuit de Sint-Pietersteeg, die u onder rechts ziet, uitzag. Net als aan de Zeilstraat zijn aan die Sint-Pietersteeg, helemaal per ongeluk denk ik, een paar kleine huisjes blijven staan. Dat is in dat hele rare proces af en toe zo gebeurd. Zijn ogen nu haast nostalgisch en ze vallen weg tegen de achtergrond van de oud-katholieke kerk aan de Dam, die u daar in het midden van de foto ziet, en de afschuwelijke, werkelijk ongelooflijk lelijke, ik hoop dat de architect hier niet zit, de afschuwelijk lelijke nieuwbouw er tegenover.
Wie er langs loopt, gewoon zo loopt vanaf die dam hier naartoe, heeft geen idee dat hij in de voormalige Brandersbuurt loopt. Maar wie dan recht voor zich uitkijkt, die ziet wat je op de bovenste foto ziet. En daar staat een aantal Brandersgebouwen dat de sloop van de verbrande erven heeft overleefd. Er zijn ook schitterende, prachtige, sfeervolle tekeningen gemaakt door Gerrit Wiegman. Een aantal, we hebben er twee opgenomen in het boek, deze en de volgende. Twee prachtige tekeningen gemaakt waarvan helemaal niets meer te herkennen is. Staat geen steen meer op de andere. Er is ook geen molen ergens op de achtergrond om me te helpen. Het zijn schitterende tekeningen van kleine plekjes. En er is deze prachtige ets van Jan Sirks. Jan Sirks heeft in 1933 het hofje van Blois of Blois of Blos. Ik weet het nooit precies. Iedereen spreekt het hier anders uit. Aan deze straat, aan de Noordmolenstraat, geëtst. En daarop is de Noordmolen is een herkenningspunt. Het 17e eeuwse hofje, dames en heren, is in 1926 gesloten. Nadat architect Stali aan de Aleidastraat in een heel ander stuk van Schiedam een nieuw hofje had gebouwd. In 1960 is het onder de slopershamer gesneuveld en nu kunt u in dit pand, wat precies op die plek staat, Japanse auto's kopen. Ook al niet meer. Nieuwe meubels. En dan zijn hier... Ik zou eventjes me schrap zetten. Dit is het eerste exemplaar voor u. En alsjeblieft, dit is het. Bedankt. En ik zie hier, denk ik, de kleindochter van Henk Slechter, klopt dat? Ja hoor, dat is Nena. Die is speciaal uit Horen gekomen om dit allemaal mee te maken. Ja. Jullie hebben weer een nieuw boek van het gemeentearchief. Even voor de Schiedamse kijker. Wie heeft het geschreven? Wie heeft het uitgegeven? Ik zou zeggen, brandt u maar helemaal los over dat boek. Het boek is samengesteld door Laurens Priester en mij. We hebben samen uit 2500 tekeningen en prenten, zowel uit openbare als uit particuliere collecties, hebben wij een selectie gemaakt van 165 tekeningen en prenten, waarvan wij denken dat die samen een indringend beeld geven van het visuele verleden, maar ook het visuele heden van Schiedam. Daarbij hebben we natuurlijk ook heel veel tekst gemaakt. Ik heb in hoge mate aan de tekst gewerkt. Laurens heeft bijna alles gedaan wat er omheen is. We zijn tot, denk ik, een mooi evenwichtig product gekomen en dat geheel is uitgegeven. Net als vorig jaar staken en stempelen door de Stichting Muzes, waar Hans van der Sloot de directeur van is. Het is weer een zwaar, dik en lijvig boek geworden. Wat weegt het? Ik heb geen idee, maar het is een beetje in verhouding met mijn eigen gewicht. Ik probeer het altijd een beetje gewichtig te maken. De prenten komen uit het Schiedamse archief, het Rotterdamse archief en misschien nog een ander archief? De meeste prenten komen uit het Schiedamse archief. Een heel groot deel, 52 uit mijn hoofd, komt uit het gemeentearchief van Rotterdam. Er komen prenten uit allerlei particuliere collecties. Theo van Giezen is een aanleveraar. De familie van Kapel, dat is de familie van de tekenaar van Kapel, wiens werk in het boek staat, is een aanleveraar. Er zijn nog een heleboel andere particulieren in en rond Schiedam die prenten of tekeningen hebben afgestaan. Er komen ook prenten en tekeningen uit het Teylersmuseum in Haarlem en uit het Rijksmuseum in Amsterdam. U heeft een verhaal erover gehouden hier voor het publiek. U was toch wel een beetje geëmotioneerd hoe die stad er een beetje naar de, ik zeg het maar grof, naar de galamiezen is geholpen, hè? Ja, daar is Schiedam natuurlijk helemaal niet uniek in, hè? Er zijn natuurlijk heel veel steden in Nederland waar politici uit onbenul of omdat ze zo graag een monument voor zichzelf willen neerzetten, de slopershamer ingedouwd hebben. En Schiedam is er één, maar ik moet wel zeggen, en daarom heb ik ook dit onderwerp voor deze middag gekozen. Je kunt natuurlijk er een feestelijke middag van maken, maar dit is natuurlijk de Brandersbuurt, en dat ben ik echt oprecht. Die heb ik 25 jaar geleden, 30 jaar geleden heb ik die helemaal aanschouwd toen die dichtgetimmerd was. En dat is iets wat ik denk dat, maar het is wijsheid achteraf, wat niet had mogen gebeuren. U zei net in het verhaal aan het publiek, zei u dat u in Rotterdam gewoond heeft, dat u zijdelings te maken had met Schiedam en dat u wel eens naar Schiedam keek. U zag daar slopjes en steegjes. Kunt u dat verhaal nog eens
in kort bestek aan Loek? Ik kan het nog een keer heel kort vertellen. Ja. Ik werkte bij het gemeentearchief in Rotterdam en daar werd ik toegewezen aan Hans van der Sloot die een boek moest schrijven. En mijn taak was om als hij een probleem had dat te proberen op te lossen voor hem. En op een middag zei hij, kom eens in Schiedam kijken, kom eens bij de Brandersbuurt kijken. Dat heb ik gedaan. En toen zag ik, want zoveel benul had ik op dat moment ook al wel, toen zag ik dat daar een soort openluchtmuseum stond. Echt een soort openluchtmuseum van de Nederlandse nijverheidsgeschiedenis. Dus de geschiedenis van de Nederlandse nijverheid voor de industriële revolutie. Dus voor het eind van de 19e eeuw. En dat werd daar zomaar dichtgetimmerd en tegen de grond gegooid. Dat was iets wat voor mij als jong historicus haast niet te verteren was. Maar was hij dan als Rotterdammer daar, was hij nooit in Schiedam geweest? Had hij dat nooit gezien? Heeft echt Hans van der Sloot u daarop moeten wijzen? Nou, ik was wel eens in Schiedam geweest. Natuurlijk was ik wel eens in Schiedam geweest. Ja. Maar dat dit er stond te gebeuren. Ik woonde wel in Rotterdam, maar ik had in Utrecht gestudeerd. En daarvoor kwam ik uit Apeldoorn. En ik had in Duitsland in dienst, wist ik veel. Ik kende Schiedam als een stad waar jenever werd gemaakt en waar schepen werden gebouwd. En ik ben wel eens in de Hoogstraat en op de Broesvest geweest. Maar dat was het tot dat moment. Wat is u, welk stukje van Schiedam is u persoonlijk het allermeest aan uw hart gegaan? Aan mijn hart gegaan, dus waarvan ik erg vind dat het vertrokken is. Ja, en ook dat het zo schrikbarend is geworden hoe het eruit ziet. Nou, dat is dan toch de Brandersbuurt. Dat is dan echt die Brandersbuurt. Kijk, ik snap natuurlijk ook best, ik ben pas 66, maar ik snap natuurlijk ook best dat iets niet statisch is. Een stad is niet statisch. Er wordt gesloopt, er wordt nieuw gebouwd, er wordt wat vervangen. Dat is allemaal hartstikke logisch. Daar is niets mis mee. Ja, maar ja, hoe sommige architecten tekeer gaan, dat is toch schrikbarend? Dat zijn twee verschillende dingen. Ik vind dat de politiek, de stadsbestuurders die gekozen worden door iedereen in de stad, als hele dure taak hebben te zorgen dat het cultureel erfgoed, het historisch erfgoed, zo goed mogelijk behouden blijft. Dat is één ding. Nou, daar heeft men toen zeer in gefaald, want er was niet eens een plan voor een invulling. Er was niet eens een mooie schets waarin je kon zeggen, nou dat gaat het worden. Dat is de ene kant. En de andere kant, maar daarover heb ik heel weinig mening, behalve dat ik dat dus heel lelijk vond. Er zijn architecten, stedenbouwkundigen, die het invullen. En die volgen hun vak. En zoals de moderne kunst een weerspiegeling van de tijdgeest is, denk ik dat de architectuur dat ook is. Maar de gemeenteraadsleden in de tijd dat de architect daarmee aan de slag ging, die zeiden toch maar van, ja hoor, meneer de architect, bouwt u dat maar lekker. Ja, maar ik geloof dat ik iemand even een hand moet geven. Even stoppen. Andere keer, we halen dat nog in. Deze meneer, de meneer die ik nu film, die heeft ook een verhaal gehouden. Zegt even wie het is? Dat is Boudewijn Bakker. Die was in mijn jonge jaren was die conservator of hoofd van het topografische historische atlas van het gemeentearchief, nu het stadsarchief, in Amsterdam. Okay. Even terug naar de architecten. Ja. Nou ja, kijk, als je door de Brandersbuurt loopt nu, zoals die nu gemaakt is, dan zie je dat daar hapsnap een stukje in is gezet links en een stukje in is gezet rechts. En daar is geen samenhangende visie aan, heeft eraan te grondslag liggen. U vroeg naar gemeenteraadsleden. Ik vind het altijd voor gemeenteraadsleden een taak die je haast niet van ze kan verwachten. Dat is moeilijk. Dat gaat ook over persoonlijke smaak, dat gaat over heel veel. En als je maar gewoon, je bent banketbakker of je werkt bij een bank of je bent onderwijzer of je bent professor ergens, maakt allemaal niet uit. Maar je moet dan zomaar daar een mening over hebben. Kortom, het is moeilijk. Laten we het over leuke dingen hebben. Het boek ziet er prachtig uit. Zegt u nog iets kleins over het boek? En wat u het mooiste stuk eruit vindt? Nee, kijk, het boek is een geheel waar ik ontzettend blij om ben. Ik ben om een aantal dingen blij. Ik vind de omslag werkelijk een juweel. De omslag van Willem Mots, die tekening, is echt schitterend. Ik vind het boek, denk ik, maar dat moet ik natuurlijk wel met grote bescheidenheid zeggen, evenwichtig. Ik vind het leuk dat we het een wandeling hebben kunnen maken. Het was ontzettend leuk om aan te werken. Ja, kortom, ik ben daar heel blij mee. Een jaar geleden interviewde ik u. Toen was u met een boek bezig over Deventer, hè? Ja. Hoe is het daarmee? Is die al klaar? Ontzettend goed nieuws. Het eerste deel van dat boek gaat in het komende jaar verschijnen. Dat zal hoogstwaarschijnlijk zo in mei, juni zijn. Ja. Deventer of Schiedam? Nee, geef ik geen antwoord op. Nee, ik woon hier met ontzettend veel plezier. Ik heb op de rand gestaan om naar Deventer te verhuizen. Besloten om toch in Schiedam te blijven. Ik ga nu aan de Haverdijk wonen. Ik heb het hier helemaal naar mijn zin. Okay. Kan hier mijn stuk. Succes met uw boek. En bedankt. Graag gedaan. Okay. Joep.